nooit meer een video missen? Abonneer dan gauw op ons YouTube-kanaal. Dit is BM90, met vandaag in 90 seconden. Full stream ahead, part 6. Het is weer eens tijd voor onze onregelmatige update over de ontwikkelingen aan het streamingfront. Zo haalde Netflix maar liefst 35 Oscar-nominaties binnen, meer dan welk mediabedrijf ook, en ging Disney Plus wereldwijd door de grens van 100 miljoen abonnees, slechts 16 maanden na de start. Ondertussen roept Amazon zich steeds meer op de sportrechtenmarkt. Zo zijn Prime in Engeland voetbalstreams uit de Premier League live uit en is het in India in de race voor rechtstreekse cricketwedstrijden. In Amerika heeft Amazon de rechten op honkbal- en basketbalwedstrijden van het hoogste niveau. En er komen wellicht ook nu alle American voetbalwedstrijden op donderdag uit de NFL bij. In eigen land heeft NLZ, het samenwerkingsverband van NPO, RTL en Talpa, een metamorfose ondergaan. Op vrijwel alle fronten is het platform vernieuwd, waaronder een nieuw uiterlijk, betere content display, een rijkere live tv-ervaring en relevantere aanbevelingen. Ook zijn AT5 en Inside TV aan het aanbod toegevoegd, waardoor het aantal live kanalen is gegroeid naar 36. De online niche is vaak bekritiseerd, maar dit is natuurlijk een goede en noodzakelijke zet. Misschien gaat het dat toch nog wat worden met NLZ, als serieus alternatief voor het traditionele tv-abonnement. Met Videoland is het al wat, meer dan dat zelfs. RTL-CEO Sven Sauvé mailde aan Adformatie dat het aantal abonnees afgelopen jaar flink is gegroeid en richting de miljoen gaat. De stijging ten opzichte van 2019 was 38% naar 903.000 abonnees om precies te zijn. Een gevolg van blijven vasthouden aan investeren in lokaal programmaaanbod zoals Mokro Mafia en spraakmakende documentaires. Maar ook door voetbalfans, make-up liefhebbers, binge-watchers en reality lovers te bedienen. Videoland heeft inmiddels een gevarieerde en concurrerende mix. Met ook nog eens internationale topseries als de laatste Fargo en The Handmaid's Tale. Knap werk! Tot zover BM90. Volgende week vrijdag weer een nieuwe video. Tot dan! Altijd op de hoogte zijn van het laatste media nieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief.